Toen ik dus in 2015 begon met de apotheek, merkte ik dat er heel veel ruimte was voor innovatie. En ik heb het gevraagd. Er was al een te weinig aan apotheken in deze wijk. Toen heb ik besloten om zelf cursussen te gaan volgen en heb ik mijn eigen softwarebedrijf opgericht, zodat we onze eigen oplossingen kunnen maken voor onze patiënten. Ja, graag gedaan. Okay. Het is heel lastig om recepten aan te vragen en dan duurt het een tijd voordat het klaar ligt. We kunnen het dus bestellen met de app en dan krijgen ze een sms'je als het de volgende dag klaar ligt. En op de achtergrond hebben we die app gekoppeld met de huisarts, zodat altijd de receptcontrole gebeurt en wij dus daarna kunnen afleveren. En dat heeft ervoor gezorgd dat we veel sneller kunnen werken en veel sneller kunnen afleveren. En de patiënten komen ook daadwerkelijk op het moment dat iets klaar ligt en hoeven niet te wachten in de apotheek. We zijn een groeiend bedrijf en dat komt doordat wij vrij persoonlijk zijn in onze dienstverlening. Wij spelen in op de behoeften en passen ons aan. En dat maakt dat wij groeien en nog steeds blijven groeien. En de contacten met de huisartsen zijn daarom ook goed, omdat zij zien dat wij een toegevoegde waarde leveren aan de patiënt. Nou, het hele gebied bestaat uit 30.000 mensen. Wij zijn begonnen met nul en we zitten nu tegen de 4.000 patiënten aan. We zijn hier bekend als de apotheek waar je naartoe gaat als er een probleem is. En ik zou graag willen dat wij dat ook worden in Amsterdam en uiteindelijk in heel Nederland. De privacy van de patiënten is gegarandeerd omdat de servers waar wij gebruik van maken staan in Nederland en dus voldoen aan de Nederlandse wetgeving. De verbinding tussen de patiënt en de apotheek en de huisarts, die gaan met dezelfde beveiligde verbinding als bijvoorbeeld bij de bank. Maar als iemand in Amsterdam zit of toevallig in het buitenland en heeft het nodig, dan kan het via onze app digitaal.